Vandaag zie je heel wat e-steps door het verkeer zoeven. Testaankoop wilde weten of die dingen ook echt betrouwbaar zijn en veilig voor de consument. Wij hebben ze in het labo helemaal onderzocht en we zijn ook gaan kijken wat het betekent om met zo'n step door het gewone verkeer te rijden. Nee, ik verkies het ieder moment boven een fiets. Wij hebben er op kantoor ene voor verschillende collega's en het is vechten tussen aanhalingstekens voor wie je mag gebruiken. Dus nee. Qua mobiliteitsoplossing is dat zeker interessant. Elektriciteit is altijd vrij duurzaam. We zien nu de opkomst van elektrische wagens, dus waarom dan niet een elektrische step, zeker en vast. En pratiquant ici, je me suis fait la réflexion que pourquoi pas, ça doit quand même être pratique pour circuler en centre-ville. Alors de nouveau plus avec un modèle comme le Bongo, où on se sent quand même plus sécure. Et ça, je ne savais pas que c'était pas résistant à l'eau. Donc effectivement, ça a déjà moins d'intérêt dans un centre-ville. Si c'est pour se déplacer tous les jours, on en vit en Belgique, et donc des intempéries, il y en a un peu souvent. Donc voilà. Ik voel me op een step in de stad behoorlijk veilig, toch op de meeste plaatsen, als er duidelijke fietspaden zijn. Als het echt tussen het verkeer door slalomen is, is dat wat moeilijker. J'avoue que je ne suis jamais, enfin moi je suis pas hyper à mon aise sur tout ce qui est, c'est comme les skateboards, même les trottinettes en général, je suis pas super à mon aise. Ons onderzoek toont aan dat er heel veel kwaliteitsverschil is tussen de verschillende modellen. Geen enkele e-step die we testen kan het Belgische regenweer aan. De kans dat je met een miskoop naar huis komt is dus heel groot. Check onze resultaten online voor het volledige overzicht.